Ja, dan wat is er? Maar hij is het verkeerde huis, man. Het is het verkeerde huis. Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag gaan we iets heel vets maken, iets waar wij al weken over aan het spreken zijn, maar het is nooit van gekomen, maar vandaag is het eindelijk zover. Jury, wat gaan we doen? Nou, we zijn dus al weken op zoek naar een gitaar. Want we gaan een oude gitaar gaan we helemaal slopen om er iets veel mooiers van te maken. Jeetje, zet hem op, hè. Hij wordt gewoon niet binnengelaten. Oh wel. Ja, wat is er? Maar hij is het verkeerde huis, man. Het is het verkeerde huis. Man. Ja, die is goed, toch? Mooie rode kleur. Zoals je ziet, is een goede staat. Oké, dus we hebben net een gitaar op de kop getikt. Deze mooie gitaar. En dat hadden jullie al verteld, daar gaan we iets heel leuks mee doen. Maar we hebben nog wat andere dingetjes nodig. En dat gaan we nu halen. Jury, wat hebben we nog nodig? We hebben nodig wat lampjes, wat plantjes, wat plastic troepjes, gewoon wat dingetjes. Niet zo heel veel, gewoon leuke dingetjes die jij in je gitaar wil stoppen. In je gitaar stoppen? Nee, je stopt gewoon vaker. Je stopt toch wel vaker dingen in je gitaar? Ik stop wel vaker dingen in mijn gitaar. Maar we gaan er dus iets heel moois van maken. We gaan die gitaar uit elkaar breken. En daar gaan we een mooie wanddecoratie van maken. Later. Nou, we hebben een hele zak met leuke spulletjes gehaald waarmee we de gitaar kunnen gaan decoreren. Heren, wat hebben we allemaal? Nou, we hebben dus een gitaar, we hebben wat plantjes, we hebben een cactusje, een klok, een figuurzaag, wat we nog nodig hadden. En daarmee gaan we de gitaar ontleden, om het maar even zo te noemen. Oké, we zijn weer thuis en we hebben een gitaar op de kop getikt voor een tientje. We hebben nog wat leuke dingetjes gehaald voor bij elkaar 15 euro. Dus in totaal ben je hier voor pak een beetje tussen 20, 30 euro kwijt. Het ligt natuurlijk een beetje aan hoe ver je wil gaan qua decoraties. En het eerste wat we gaan doen is die gitaar helemaal uit elkaar halen. Want de hele voorkant die mag er vanaf. Maar eerst moeten we eerst nog de snaren loshalen. Oké, het duurde eventjes, maar die snaren zijn er eindelijk vanaf. Zoals je kan zien. Nu alleen nog dit dingetje. Volgens mij heet dat een brug. Die moet er nog even vanaf. En daarvoor hebben we een klein schroevendraadje nodig, zoals je kan zien. Ja, en nu komt pas echt goed naar voren hoe technisch we eigenlijk zijn. Want zoals je kan zien zit hier met het gitaartje op schoot. En een zaagje. En het is de bedoeling dat je... Het hele frame hier aan de zijkant eruit gaat zagen. Zodat je de binnenkant ziet. En de binnenkant gaan we vervolgens heel mooi versieren. Kijk maar even mee. Voordat ik ga beginnen moet ik zeggen dat we hier een figuurzaagje voor gebruiken. Doe je het zelf. Kijk alsjeblieft uit voor je vingers. Dat is ongelooflijk scherp. En doe het met grote precisie. Want we willen niet, we willen niet dat mensen hun eigen vingers eraf gaan zagen. Dus kijk goed mee. Oké, nou zoals je ziet hebben we de bovenste plaat eraf gebroken. Er zitten hier en daar nog wat scherpe randjes en die blokjes hier, die gaan we allemaal eraf halen en opschuren. En dan kunnen we gaan versieren. Ik heb hier de schuursponsje en ik ga gewoon alle randjes eventjes af om ervoor te zorgen dat het lekker zacht wordt. Alle scherpe randjes die zijn er nu uit. Ik heb ook nog wat dingetjes weggeknipt, wat stukjes hout die in de weg zaten. En zoals je kan zien, zit daar in het midden zit al een klein balkje. We gaan er een latje in zetten, want dan heb je namelijk twee verdiepingen. Ja, wie gaat ons sponsoren? Want we hebben geen zaagtafel. Dus we doen het gewoon maar even op een stoel.
Moet kunnen, toch? Ja, dat is toch ook wel handig om draait. Het moet toch gewoon echt huis, tuin en keuken zijn? En we willen onze kijkers ook laten weten dat wij eigenlijk ook helemaal niet zo handig zijn. Maar dat we laten zien dat iedereen het kan. Ja. Iedereen kan handig zijn. Iedereen kan handig zijn. We gaan weer opscheuren. Ja, top weer, hè? Lekker gezaagd. Ja, toch? Maar gelukkig hebben we nog van die schuursponsjes. Dus is het een kwestie van langshalen een aantal keertjes. Ja, wonder boven wonder past het latje meteen. We hebben niks uitgemeten. Gewoon een beetje op de losse pols. Of uit de losse pols. En zo sheet past het. Maar we willen wel natuurlijk dat hij goed vast zit. Dus we hebben hier gewoon wat montagelijm. En daarbij gaan we hem fixeren in de gitaar. Ja, misschien dat je nu denkt, jezus man, dat ziet er echt niet uit. We gaan het nog even een lakje geven, dus even laten drogen. In de tussentijd ga ik even een potje lak halen en dan gaan we het mooi schilderen van binnen. Het is voor ons ook een beetje verrassing welke kleur dit is. We hebben gewoon een potje uit de kast getrokken. 3 days later. Dus we zijn inmiddels een paar dagen verder. Zoals je ziet is de binnenkant van de gitaar helemaal gedroogd. Wat we nu eigenlijk moeten doen is de gitaar decoreren en dan laten we jullie zo het eindresultaat zien. Dus blijf vooral kijken. Het is tijd om de gitaar te gaan decoreren. En mij leek het nou leuk om er een lampje in te bouwen. Want het is hartstikke handig. Want het is een beetje een donkere kleur en dan kan je altijd goed zien wat erin zit. Ja, je hebt bij de Action van die retehandige lampjes. Er zitten er 3 van in een verpakking, kosten 2 euro. En daar hebben ze dus al gewoon een plakstrip achter gemaakt. Nou, super handig. En die ga ik nu even in de gitaar zetten. Dus ik haal het achterkantje ervan af. En ik moest hem even via de zijkant doen, merkte ik. Zo. En dan plak je hem hier. Zo in het midden. Duw het even goed aan. Ja, en klaar. Je hebt een lampje erin. Als je nu gewoon indrukt, dan ziet er in het donker spectaculair uit. Als je nou denkt van, ik vind dit lampje iets te fel, dan kan je er ook nog een beetje nagellak op doen. Of een ander soort lakje. Dan wordt het wat donkerder. Maar ik vind het eigenlijk wel hartstikke vet, dus we laten hem zeker zo. Hidde is een klein stukje creatiever dan dat ik ben, dus Hidde gaat nu decoreren. Handige Hidde. Hidde, we hadden helemaal geen lijm. Hoe heb je dat nou gedaan? Nou, dat is heel leuk, want we hebben nepplankjes gekocht. Wat trouwens heel handig is, hoef je nooit water te geven. En dan kan je gewoon hierachter waar de snaren worden bevestigd, kan je hier gewoon overheen leggen. Heb je geen lijm nodig? Zeg het eens. Wat? Dat is handig. Dat is handig! Ja, ja. Lekker. Oké, nou, dus we zijn eigenlijk bijna klaar. Wat we nog gaan doen is, we hebben een plankje gekocht waar je wierook in stopt. En die past hier precies in. Steken we zo meteen een wierookstokje in. Die steken we aan. Geeft een heel mooi effect met die rook en met het licht eromheen. Dus kijk maar even mee. Nou, dit is de onze geworden en wij zijn heel erg benieuwd wat jij ervan kan maken. Dus bouw dit zelf, stuur even een foto door en laat ons weten hoe het is geworden. Vinden we heel erg tof om te zien. En vind jij deze video nou leuk? Laat even een leuke reactie achter, geef een duimpje omhoog en abonneer je ook meteen. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig!